Oh, shit.
al die drekken zenuwachtig bij sollicitaties. Ja, nou leren. Het zou mooi zijn als Piepe deze baan krijgt. Zou je een keer een nat wat om handen hebben? Vinden jullie het net? Nou, Rusjaar. In jouw brief nemen jouw neer over ondervinding. Ga je ook ondervinding als trainer? Nee. Nee, dat had er net. Maar alles is te leren. Wat zo is dat, jongen? Ga je zelf op het voetbal? Nee, maar... Ja, maar dat is niet dan net wichtig. Zeg, jouw vreeg je slachter dat ik net als er eerst een kool hier. Ja, ho even, dat doen jullie nou net, zeg maar. Waarom wil je als trainer worden? Weet ik niet. Nou, sakkel, zou je een keer een mat wat om handen hebben? Nou ja, en dit is altijd beter dan ze hier, no? Had je zo'n symptomen thuis liggen? Nee? Hoezo? Hij training jou, dan kom je ook zeker al een keer mee. Misschien wel, ja. Nee, laat je zonder minder werk iets complex. Hoe kom je daarbij? Zocht ze mijn eerste baan? Mooi samen, hè? Boos maar, vrouwen zoals we wisten. We hebben mooi stimuli. Ja, ja, dames, dames, dat. We horen het netjes, hè? Nou, ik wist er nog. Ik denk. Kom al even. We gaan naar huis. Zet me een lekker bakje warme chocolade melken van je. Ja, zeker. Ik ben al 5 jaar lang cursuslijster van de Vos en
daarnaast heb ik 2 keer een assertiviteitstraining verzorgd. Assa. Juist, ja. Maar wat met je vast? Vrouwen oriënteren zich op een samenleving. Hartstikke mooi. Maar wat had dat bijvoorbeeld in te zeggen? Jo moet er net zo jij hem hebt gewezen. Jo moet er eens wat verder zien dan dat voetbalveld. Zij het als M-O-B. M-O-B? Hoe bedoelt u? Mannen oriënteren zich op de bal. Goeie.
Ja, happen in, was het? Die mooi kip in de manier dan. Ja. Ballen!
alle twee te weken, hè? Ja. Mijn dochter. Je maakt het nog goed. Ja, maar toch bestaat er niet van de lijst. Oh, jij dan nog haast wat. Dan nam maar weer. Ja. Ze is altijd onder die kou stuiten. Dan Ja, dat is een plezier voor de en moe het. Goeie ik zei, goeie joen! Oh, goeie. Goeie. Waar is het? Ik ben je nieuwe trainer! Ja, de mos! En zat de schien, laat je een wichtige taak op mij te wachten! Dat wordt heel neig hier, dat ik jullie zo'n les ga jou. Voor het Joodse Duitse voetbal in! Deze vrienden, dames en heren, dat ontbreekt me hier allemaal! Is het net zo? Ja. Ja, wij trainen. Hartje goed! Ik ben wend, had ik wat zes, dat je mijn antwoord jouwe. Is dat begrepen? Ja. Ja! En je meneer leert om mijn twee woorden te antwoorden. Nou! Ja, trainer! Nou, kom dat dan! Wat is dit hier? Verslapte dag! Nou! Wat dacht je? Was het een tegenstander waar de bal voorbij was? Nou, vreeg je het als ik eruit de zon was. Dan vreeg het er als het er even gezongen is, man. Is dat goed? Ja, trainer! Ja, dat is je man! Prima antwoord, jongen! Schat op, jongens! Wat is het verhaal door? Voor jou de tjerstander. Eerst een hengst, dan je een vierde. De lefst voor de tjerstander. Hidden! Maar dat mooi dan, hè? Wat zei? Ik geloof niet dat soks mooi. Want ik zeg dat ze mat, dan mag dat ze. Ja, maar soks hebben we niet eerder. Hé, dat ben je, hè, Ben? Doe je mij een keer te vertellen, dat zover ik zelf zeg, man. Maar dat ze wij om het ondergaan is verloren. Is dat begrijpen? Ja, trainer. Ja. Maar wij spelen meer op techniek. Ja. Oh, hey. Hij spelen meer op techniek. De keeper even vrij, want die alsjeblieft aan de kant je wil, hij stout er maar de bal gast. Maar wat doe je? Je moet alleen nog van de keeper komen te staan. Doch doe dat maar eens voor. Ik speel je wel even wat in. Nee. Nou, daar kom ik er zo om met de bal en dan... Jou stoot je keeper net eerst even een hoorn om die vat te stellen. Ja, ik ben... Ik ben een zeker dribbelkom. Wat was dat? Oh, wat jou wat net slim vinden, zoek ik graag even wat woord voor. Dat komt er nooit. Kom naar je wis. Je jouw gong. Tegen dank voor jou. Tegen dank. Dit hier nog maar net aan praten. Oh, heren. Ik moet de longen van jou. Had ik jou ik zie je dien? Nou, ik viel meer echt wel wat. Nou, kom nou hier dan maar even. En hier maar even kromsteen. Dan zeg ik hem wel even masseren. Wat maakt dat nou zat? Dit hier nog maar net aan praten. Net aan praten? Ik zal er eens goed met je aan praten. Is dat begrijpen? Ja, trainer. Ja, trainer. We zullen eerst eens wat doen voor die outfit van je. Want dat rooit vanzelfs nergens nooit. Alle je kleerstenen. Lopas! Af ja, hoor de kant op!
weet hoe dat maakt, wat wij doen is zoen. Want voetbal is oorlog, voetbal is droog. Laat je je zuid en naar naar de droog. Voetbal is oorlog, het kip het onder. Het kinderspad telt is wat kampioen. En zist anders die omkomen u snel. Wij kennen karate, judo en haifun. Wij u schijzen zeker lang uit in de grond. Want voetbal is oorlog, voetbal geen droog. Daar neem je u zuid en de naai naar de groen. Voetbal is oorlog, het geeft het onder. Het kennis van tel is wat kampioen. Op winnen met vierde zon neer. Sportiviteit, ha, dat gaan wij verleer. Want voetbal is oorlog, voetbal geen droog. Wij nemen je zuid en wij gaan naar de kroeg. Voetbal is oorlog, het geeft het onder. Het kennis wat telt is wat kampioen. Het kennis wat telt is wat kampioen. Vrije traap nemen moeten en dan stier de morgen.
Dan zitten wij één speler uit en dan trap je de bal knoterhutje aan. Ja, mijn man. Wat mag het oerbeloven van de spitsspeler van de chest, handen? En waar? Wat nog erbij, mooie fietskeert links, boksbeugels en zoveel? Slaan! Man, het moed zit mij vol. Ik ben grutskampioen. Wij waar? Kampioen! Wij waar? Kampioen! Man, ik zou je dier die ben. Jawel, trainer! Jawel, trainer! Jawel, trainer! Jawel, trainer! Jawel, trainer! Man, onze! Onze trainer! Onze trainer! Onze trainer! Onze trainer! Onze trainer! Nou, dat gaan we er wel eens met. Ja. Waar joh, op het hoofd. Ik vreeg me wel al goed maar die spits is van de eerste handen. Ja, die zeggen in dit wat voor van fight doet. Voor van fight? Zo eens kunnen hier er hebben. Een brutsel skom. Een brutsel neer en door uit de combo en zijn keusgebed verkeerd om in de bek. Knap stikje van werk. Ja. Hij is best al die in, dacht ik. De zieke wanneer hier op en oor. Ja, leuk in de rug spelen op jezelf. Zeg ze. Hij was zo'n wat ik maar die keeper dingen had. Bedoel je die stakker die zijn trainer op knibbeltjes smeekt om eruit te maaien? Die bedoel ik, ja. Zo, ik ga eerst serieus weg zijn brilpakken takken slaan. En toen ga ik even rustig met hem praten. Psychisch aanpak. Ik zal het zien, die keeper. Als er mij eerlijk iets vind ik het best luist, dan bad ik wat maar die. Wat wat zie ik als het slim is, als hetgene wat mijn reus weg gaat is. Ha, dat is het betere werk. Nou, doet het de eerste de beste bal van hier, draaide ik dan nog een taal. De stakker betocht hem geen moment. Dan had de neus jongen, die zarap de bal in al een goal traan. Schitterend, schitterend. Schitterend? Ja. Helemaal het schitterend. Nou, we gaan dan zoen. Ja. Alleen nog het resultaat uit. Ja. Resultaat? Dit is toch geen sport meer, hoor. Nou, de trainer had duidelijk zo'n voetbal is oorlog. Ja. Wat het oorlog om een voetbal uit te stingen? Denk nog eens even, nou man. Ach heer, hij kan er net door, hè? Nee, jij kan zeker net door, nee. Tot Piet Partij, de trainer, wie ging weer gewoon beter het in. Ja, maar doe won wij net zo vaak. Nee. Nou, dat is weer. Maar er stond nog meer vol kunnen komen. Ja. Ja. We kregen nou een uitdommering van de Noën. Oh, nou heb ik nog wat meer anders. Nee, nee. Ook mooi hoor uit de boom. Wet bij Jan Willem Stal en welke Kronemeijer als vrolijke knooit op de bowlingbaan kan. Als toen Pier de droge platten verkeerd in weer wilt komen, ja, dan ben je nog wel zo bekend. Want toen die Bert Talsma, die van Wollem, die is een slipje van de hele broeien. Ja, mijn groot God in huis. Op die keer dat Ties met jou als lezen zonder het doel gingen. Nou, wen? Die vond dat makker leuk en die lezers groot van met bats kwam. En onder in de gaten kreeg dat het zijn eigen lezers weer. En hey, dat weer trouwens ik, die trainer Hartman, die had zo'n moeite met opstellen, weet je hem dat nog wel? Hij vond het al makker sneu om in je reserve te zijn. Ja, ook als de zorg staat tot de week erop met koers. Dan hier ga je een mooi verlegging om die reserve te zetten. Ja, maar reserve zie je niet in spraak. Het wie koud en wie het waar. Johannes de Vries en Ties in de reserve. 10 minuten voor in, moest Johannes het veld nog in. Nou, daar hier er is net zo volle nog in. En dan zei het in Hartman dat het tactisch misschien beter weer om een aanvaller in te zetten. Had mijn jongen gelijk en die Ties het bakje. Weet je met de boom, maar die gekke tol? Die machinebleter komt je de auto uit het om een dag van mij aan de wieg te zien, hè? Mooie tekeningen dan. En sportieve team. Ja. Maar met deze trainer is voetbal in de eerder worden. Hé, hey, weet je trouwens wel dat Piet Sportief zo'n kwaad werd in het massen brengen? Hé. Hey. Ja. Oh. Misschien is er zo'n leerling van het bestuur om de zaken eens op mij te bezien. Sportiviteit was toch nog maar eerst dingen, hè? Dat gaat gelijk. Als wij eerst de sportieve club leert, jongen,
En dan nog iedereen een halve kroonie bootje. Al daar wordt dat niet helemaal. Hey, kom, met de wijle kleurreedwerk, jongen. Dan komt misschien vanzelf een sportie met ijver boven. Voetbal in de bar en door maar aan winterdijs. Want ik op sport gebeurt, doch nu is wit maar zo mooi. Wij winnen hier vier net echter op en steen altijd drie. De voetbalclub bij u ziet waar we in dat immer heen. Steen wij speurs op het veld. Meestal ik present. En sneurt de medie shirt me dan hoort volk het heel daarin. Van vieren jet me het gebouw, telt zien is in het spier. En als we leren een goaltje zet, als jongen wij weer blier.